Denise Kielholz, ja, de bekendste Nederlandse ja, allround vechter, moet ik zeggen. MMA en kickbox. Er is goed nieuws. Wat je te melden hebt, je bent zwanger. Zagen we voorbij komen. Je zat net in de voorbereidingen voor een belangrijk gevecht. Vertel eens, ja, je hoeft niet te vertellen hoe het gekomen is, maar vertel eens eventjes wat het met je gedaan heeft. Ja, ja. Nou, het was ja, echt een complete verrassing. Ik was inderdaad aan het trainen voor een heel belangrijk toernooi, het PFL 1 Million toernooi. Eerste tegenstander, ook echt een goede tegenstander, gelijk Tyler Santos. Dus ik wist wat me te wachten staat en daarom was mijn fightcamp was ook gewoon ja, optimaal op alles op en top. En best intensief en heel zwaar, ja, zwaar te doen. Dus ja, en uiteindelijk bleek dus dat ja, ik alles ging gewoon goed. De fightcamp ging goed, geen blessures. Ik had ook helemaal niks. Alleen, ik merkte wel dat ik af en toe heel erg moe was. En dat ik gewoon echt wel echt gewoon in slaap kon vallen, weet je. En dat is eigenlijk niks voor mij. En ik train in Os. En de terugweg van Os naar Amsterdam was soms echt dat ik in de auto zat. En dat ik gewoon echt voelde van wow, ik ben echt, ik zou echt nu zo kunnen slapen. En dat was eigenlijk dat een beetje de alarmbellen gingen rinkelen van er is iets anders aan mij. En ik merkte ook dat mijn herstel veel langzamer ging dan normaal. Ik had maandag een training en ik voelde vrijdag nog de spierpijn. Dat ik, ja, dat ik dacht, dit is, ik voel allemaal andere dingen. En ik maakte eerst nog geintjes van, ook tegen mijn trainers, van nou, ik merk wel dat ik dit jaar 35 word. Dus ik dacht nog eigenlijk, het is misschien een beetje aan mijn leeftijd of ja, er is iets anders aan mij. En net voordat ik naar Amerika ging, dacht ik, ga toch eens even mijn ijzerwaardes ga ik even checken bij mijn dokter. Want ja, dat, die vermoeidheid en het lage herstel, weet je, of het trage herstel, dat zijn toch dingen waar ik me heel anders bij voel. En misschien is het wel mijn ijzer, weet je. Ik heb dat wel eens gehad en dat je dan ja, ijzertabletten en dan voel je gewoon weer wat beter bij. En ik ging naar de dokter en ja, ik legde hem uit wat ik dus had. En hij zei in eerste instantie, zei hij, ja, ben je niet zwanger? Dus ja, ik vertelde dat ik gewoon een periode had en verder eigenlijk niks anders was aan mij. Alleen dat ik moe was en ja, heel erg spierpijn, vooral in mijn borsten en zo. Nou, en toen vertelde hij van, ja, ik denk, we gaan je ijzer meten, maar ik ga er ook een zwangerschapwaarde bij doen. Want ik ben toch wel benieuwd of je niet ook zwanger bent. Dus ja, dat was eigenlijk al een beetje de twijfel van dat ik dacht van, ja, hij zei het zo overtuigend. En ik had dus de volgende dag een afspraak in het ziekenhuis voor mijn bloed. Maar me terugweg naar huis, van de dokter naar huis, dacht ik, ga toch even langs de drogist om een zwangerschaptest te doen. En eigenlijk heel nonchalant heb ik een test gehaald en ik deed de test. En ik had ook echt helemaal niet het idee van, ik ben zwanger of zo. Dus dat was wel het laatste waar ik aan dacht. Maar ja, toen echt na een paar seconden of zo, toen kwam al een streepje van, ja, positief. Nou, heb ik echt op de wc gezeten en ik kon het niet geloven. En toen ben ik nog een keer naar de drogist gelopen om nog een test te halen. Want ik, ja, ik had er gewoon eentje van de kruidvatmerk zelf, weet je. Dus heel gewoon echt nonchalant, maar ik doe het gewoon eventjes. En toen nog eentje gehaald en die bleek ook weer heel snel positief te zijn. Dus toen kwam wel echt meer het besef van, wow, wat, ik kan het niet geloven. En ja, toen kwam Hestie en Ashraf kwamen thuis. En ik vertelde hun. En ik zei, ja, willen jullie niet nog een test halen? Weet je? Want ik wil nog een toptest kijken of het niet echt, of het nou, of ik een goede heb. En hun hebben dan echt een test gehaald waar je kon zien hoe lang je al zwanger was. Ja, en dat kwam al heel snel dat een 3+. Dus dat was langer dan 3 weken. Nou, toen was het huilen en blijdschap en nog steeds een beetje in shock van,
Ja, dat was echt. Dat moment ga ik echt nooit vergeten. Ook een overwinning, hè? Ja. Ja, ik heb natuurlijk altijd een kinderwens gehad. En nu ik ouder werd, toen ja, voelde ik toch wel van dat die kinderwens veel groter werd ook. En afgelopen november was het de laatste Bellator-show ook. En toen had ik het gevoel van, nou, als er nu niks anders leuks komt, dan wil ik, ben ik er wel klaar voor om moeder te worden. Als je het dan ontdekt, het is natuurlijk hartstikke mooi nieuws. Gaat er dan iets door je hoofd heen? Bijvoorbeeld, je zegt net het PFL-contract. Nou, Bellator is natuurlijk overgenomen, hè, waar je eerst zat door PFL. We weten ook Ja. dat er een hele grote geldprijs op je stond te wachten. Waarvan Ja. ja, de fans in ieder geval en jouzelf natuurlijk ook overtuigd bent dat je die sowieso naar binnen had gehaald. Op dat Ja. moment, ja, je zegt de blijdschap natuurlijk. Maar dacht je toen niet van, okay, ik kan nu nooit meer vechten? Of heb je daar helemaal niet aan gedacht? Nee, want ik had eigenlijk altijd zoiets, wat een wonder allemaal. Want ik heb, ja, je weet zelf, in een fight camp sparren, vallen. Ik had die avond daarvoor nog vol zitten worstelen. En weet je, ik heb zoveel dingen gedaan dat ik dacht van, wat een wonder dat ik eigenlijk zwanger ben. Dus het was niet eens een. Want ik moet zeggen, ik heb nooit gevochten voor geld. Weet je, dat is niet mijn hoofddoel. Want ik vecht omdat dat het mijn passie is. En ja, geld is maar geld, weet je. Maar dit wondertje is veel meer waard dan wat ik ooit zou vechten of wat ik ooit zou winnen of zou bereiken. Want. Ja, het is nu al gewoon een. Ik zie het echt als een wonder dat in dat proces, hoe ik in Fight Camp heb gezeten en dat eigenlijk al die tijd al in mijn lichaam is gaan groeien. Ja, dat is voor mij mijn million dollar baby. Nou, ik kan me heel Ja. goed voorstellen of het een jongen of een meisje wordt. Dat weten we natuurlijk nog niet. Dat moet je ook lekker voor jezelf houden. Maar goed, twee vechters, hè? Vechtersbazen, zeg ik dan maar. De vader en de moeder natuurlijk. Hestie natuurlijk, ja. Jouw man is natuurlijk een van de bekendste kickboxers. Nou, ik sprak hem laatst eventjes toen ik het nieuws voorbij is gekomen. Ik denk, ik ga hem eens bellen. Toen zei hij ook, Ja. ja, we maken het binnenkort, maken we het bekend. Nou, Ja. social media. Ik kan me heel goed voorstellen. Ja, het zit in de genen natuurlijk, hè? Ik kan me goed voorstellen dat er straks echt een vechtertje uitkomt. Het heeft al een beetje Dat, meegekregen natuurlijk, hè? ja, het zou zomaar kunnen. Ja, ik zou het heel leuk vinden hoor. Maar ik denk, we hebben natuurlijk. Ik heb een bonuszoon en Hesti Ashraf, zijn zoon. Die is ook het echt. Ik heb eigenlijk zijn hele proces van opgroeien heb ik meegemaakt. En ik vind het zo mooi hoe eigenlijk een kind echt helemaal zichzelf ontwikkelt en helemaal zijn eigen dromen nagaat. Dus wij gaan zeker niet. Kijk, het zou natuurlijk leuk zijn als hij zou vechten. Maar we staan achter alles wat hij of zij in zijn leven zou willen bereiken. Ja, vechten dit jaar. Tot de geboorte zal je niet meer gaan vechten, neem ik aan. Nee. Nee, oké. Okay. Nou goed, je vecht nu in een andere competitie. PFL is natuurlijk een grote organisatie, directe concurrent natuurlijk van, ja, van de UFC. Hè? Ja. Overgang van Bellator naar PFL, hè, om daar eventjes op te komen. Hoe zie jij die? Want ik zie bijvoorbeeld dat jouw collega vechter, Geyga Mousasi, die heeft zoiets van: joh, ik word gewoon niet ingezet. Ook een Nederlandse topvechter. Hoe zie jij die transitie van Bellator daar naartoe? Is dat echt een positieve transitie? Ik denk dat elke trouwe Bellator-vechter er gewoon even aan moet wennen. Aan PFL, aan de hele transitie. En de een kan dat positief. Ik denk eigenlijk, maar dat komt niet door dat PFL, door de PFL-organisatie, maar dat komt omdat Bellator zo hecht was en Bellator zo goed was voor zijn vechters en zo close in contact. Dat die transitie gewoon voor heel veel vechters heel veel. Ja, heel erg wennen is om onder een andere vlag te vechten. Want ik had het ook in het begin. PFL, je hebt hele andere mensen met wie je aan het praten bent. Weet je, met Bellator kon je bij wijze van spreken een appje sturen van, hey, is mijn broekje zo goed? Of hoe laat vliegen we? En dat was met PFL, was dat natuurlijk heel anders. Dus ja, ik denk voor de een kant, ik zie het niet echt als iets negatiefs, want natuurlijk mogen we wel daar weer in die kooi doen wat we leuk vinden, en dat is vechten. Maar het is wel even wennen. Ja, in Nederland is ja, MMA niet zo groot als het kickboksen natuurlijk. Nou, jij hebt natuurlijk beide disciplines ben jij zeer succesvol in. Wat je wel ziet is dat er wat ja, reuring ontstaat bij de fans, die soms ook niet begrijpen, PFL, Bellator.
De UFC natuurlijk nog als de top zien. Maar als je echt kijkt naar jou als persoon. Ja, we mogen wel zeggen, denk ik, toch een van de beste. Hè? We hebben natuurlijk nog wat Nederlandse vechters. Waarvan één natuurlijk ook moeder is, hè? Ximena de Randamie. Kijk je ook bijvoorbeeld nu naar haar en naar Amanda Nunes, hoe die ermee omgaan met het moederschap? Want die, ja, je ziet hun natuurlijk de kinderen gewoon mee de kooi innemen. Hè? Van Amanda Nunes. Baby op de arm. En uppakee. Ja. Hoe kijk jij daar tegenaan? Heb je daar al iets mee gedaan? Ja, zeker. Eigenlijk, ik heb natuurlijk ook mijn voorbereiding met Ximena samen gedaan. Want we moesten eigenlijk in hetzelfde weekend vechten. Dus ja, dat hele traject hebben we samen getraind. En heel veel dingen, zonder dat ik ook bewust wist dat ik zwanger was, heb ik gezien dat met keihard werken en heel veel, ja, heel goed plannen, dat het gewoon heel goed te doen is om als moeder toch weer die kooi in te gaan. Ik moet wel zeggen, dat heb ik ook altijd echt respect voor haar gehad, hoe fit en hoe sterk zij weer daar op de mat stond te vechten, weet je wel. Na nog geen jaar dat haar zoontje 1 jaar werd. En dan ook weer op het hoogste podium in de kooi staat. En dat is toch wel ook een voorbeeld dat ik ook zeker dat wil gaan doen. En dat het zeker niet onmogelijk is om dat te doen. En ik heb alles gezien als tekens van, ik moest dat gewoon van dichtbij hebben gezien, hoe zij dat doet als nieuwe moeder en toch weer zo fit worden. En dat heb ik gewoon van heel dichtbij mogen meemaken. En dat pad wil ik ook zelf gaan bewandelen. Dus daarom ben ik ook van plan om gewoon in mijn zwangerschap zo fit mogelijk te blijven. En gewoon door te blijven trainen. Ik kwam me laatst achter dat ik zeker 1 jaar niet meer spar. Dus dat was wel even wennen. Maar verder is wel mijn doel om gewoon volgend jaar weer in de kooi te staan. Want ik voelde me super fit. En dat terwijl ik zwanger was. Dus dat is zeker weer mogelijk als ik straks als mama weer daar op de mat sta. Ja, want een belangrijke vraag natuurlijk. Wanneer komt de baby? Die hebben we natuurlijk nog niet gesteld. Maar wanneer wordt het? 4 november. Oh, dat is al redelijk snel natuurlijk. Dus dat gaat dit jaar nog gebeuren. Nou, je zegt, ik wil volgend jaar weer gaan vechten. Nou, PFL, de mensen die PFL kennen, die weten natuurlijk ook dat er is een grote groep van vechters daar. Er is een hele belangrijke vrouwelijke vechter natuurlijk weggegaan. Kayla Harrison, die is naar de UFC overgestapt. Als je nu gaat kijken naar jouw rol, zeg maar, binnen de PFL. Hoe hebben zij gereageerd op het nieuws? Was dat positief? Zeiden ze, goh, je krijgt alle steun van ons. En als je terugkomt, dan gaan we gewoon verder. Ja, dat is wel de bedoeling. Ze hebben gezegd dat mijn contract even in de vriezer ingaat. Dus mijn contract wordt niet vernietigd. Ze waren natuurlijk niet helemaal blij. Omdat het natuurlijk, dat is natuurlijk hun toernooi. Valt dan toch een belangrijkste speelster. Valt uit, zo vlak voor de reis. Maar ze hebben me wel aangegeven dat mijn contract even op hold staat. En dat ik na de zwangerschap gewoon weer de kooi kan betreden. Dus dat is natuurlijk wel fijn dat in ieder geval mogelijk is. Nou kijk, we weten natuurlijk allemaal dat soort organisaties. En dat vind ik wel eens jammer van het kickboksen. Ik bedoel, wij volgen natuurlijk een kickboksen op Glory. Je ziet daar eigenlijk helemaal geen vrouwen meer. Alleen in het MMA zie je gewoon heel veel vrouwen van jouw kaliber gewoon vechten. Ik kan me heel goed voorstellen dat ze jou ook 1, 2, 3 niet kwijt willen. Want als je ook naar jouw reputatie kijkt, wat je met Bellator kickboxing, met Bellator MMA hebt gedaan. Ik bedoel, je bent een van de meest getalenteerde vechsters die wij als Nederland rijk zijn. Met je judo-achtergrond en noem maar op. Ik kan me best wel voorstellen dat ze dan even balen. En dat ze denken, oké, we zetten er even oneerbiedig in de koelkast. Maar wat ik zo'n beetje kan volgen en zien, denk ik, er zit best wel eens een keer een titelgevecht, denk ik, voor jou in. Ja, ik denk dat de titel, want je ziet aan Liz Carmouche, die is eigenlijk ook gewoon de titel kwijt. Dus in de flyweight division hebben ze gewoon iedereen bij elkaar gegooid en er is op dit moment geen kampioen. Dus ik heb wel het idee dat voor hun ogen natuurlijk Dakota wel de kampioen voor hun is. Dus dat vooral voor de Bellator vechters, dat gewoon heel hard werken wordt om te laten zien wat wij kunnen. Dus ik ben heel benieuwd wie straks de winnares van het toernooi wordt.
Ik denk wel een top 3 die dat misschien wel kunnen zijn, of een top 2. Ik denk toch wel Tayla Santos of Liz Carmouche. Dus ja, we gaan het zien. Jij vecht natuurlijk bij een grote organisatie. In Nederland zijn er natuurlijk ook organisaties die aan die MMA-kaart trekken. Als expert op MMA-gebied, heb jij het gevoel, als ook ex-kickboxer natuurlijk, dat het ooit op hetzelfde niveau als het kickboksen kan komen in ons land? Ik denk het wel, maar je hebt ook eigenlijk gezien dat in Nederland kickboksen was al heel lang heel groot. Als je kijkt naar de K1-tijd, dan zie je dat kickboksen voor Nederlandse vechters deed het al heel goed wereldwijd. En het heeft nog zo lang geduurd dat eigenlijk nu pas echt de normale Nederlander ook over kickboksen kan praten. Dus je ziet dat toch wel in Nederland. We hebben zoveel talenten, maar dat later op gang komt, waardoor toch een vechtsport echt volledig wordt geaccepteerd in de maatschappij. En ik denk dat het voor MMA toch nog wel even gaat duren. Want ik hoop natuurlijk dat dat net zo goed gaat als kickboksen. Maar je ziet dat kickboksen is al super populair, maar heeft ook even geduurd voordat het geaccepteerd werd. En ik denk dat het met MMA hetzelfde zal zijn. Ja, wat je natuurlijk heel veel ziet is, hè, want wij zien dat vaak wel eens in de comments. Jongens worden toch wel gemotiveerd om te gaan vechten als ze mannen zien vechten. Er zijn heel veel vrouwelijke talenten, ook wat jonge talenten. Ik was afgelopen week bij Glory op een influencerdag. We liepen ook een heel klein jong dames talentje rond. Volgens mij is het een jaar of 6. Ik vroeg haar, goh, wie zie je als je voorbeeld? Kwam jouw naam naar voren, hè, als MMA-vechter in plaats van een kickboxer. Dan denk ik, ja. Dus, maar als je dan gaat kijken, dan denk je toch bij jezelf, ja, het is toch een beetje vreemd. Want ik bedoel, mannen, ja, kickboksen oké, maar vrouwen kickboksen is net zo spannend. Want als ik zie hoeveel jullie af en toe in die kooi tekeer gaan, en zeker jij, ik bedoel, met die knockout power, en als je echt naar jou, ja, als iemand de eerste wedstrijd nog nooit heeft gezien, kijk ze alsjeblieft een keer terug. Want ja, dat is gewoon echt killer. Ik bedoel, en dat geldt natuurlijk ook voor de andere dames. We zien natuurlijk die trend ook ontstaan. En net wat je zegt, ja goed, misschien moeten die promoties er wat meer aan doen. Bij het MMA gebeurt dat natuurlijk wel. PFL doet het natuurlijk wel. Nog even terugkeren naar PFL. Jake Paul, de bekende Jake Paul, is natuurlijk ook een van de aandeelhouders. Die schijnt ook nog eens een keer te gaan vechten. Merk jij dat soort invloeden uit de PFL? Wordt er wel eens over gecommuniceerd? Want wij krijgen heel vaak van fans de vraag van, ja, maar hoe zit het nou, die Jake Paul en Francis Ngannou, wat doen ze daar dan? Ja, wij kunnen dat niet beantwoorden, maar misschien kun jij misschien iets vertellen. Merk je dat zij invloed hebben? Wordt er wel eens wat over gecommuniceerd? Ja, en dat merk je ook wel een beetje aan de marketingaanpak van PFL. Dus dat ze gewoon een paar toppers hebben en daar stoppen ze gewoon heel veel promotie in. En ja, als ze dan toppers als Jake Paul, Francis Ngannou, dan daar wordt gewoon heel veel geïnvesteerd om die te promoten. En die zijn eigenlijk toch een beetje het paradepaardje van de organisatie. En ja, bijvoorbeeld Francis Ngannou is toch bij UFC, voelde zich daar niet erg gewaardeerd. En bij PFL wel heel erg. En dat kan toch wel een soort van stimulans zijn voor heel veel vechters. Van nou, dan kies ik toch voor PFL, want daar word je wel echt als een ster behandeld. En PFL heeft ook echt een hele goede aanpak met je krijgt een app waarin je alles wordt uitgelegd dat je moet promoten van je eigen wedstrijd. Er worden verschillende posters van jou gemaakt die je moet promoten. Dus ze hebben ook echt een hele goede marketingstrategie om dat merk te branden eigenlijk en groter te maken. Dus dat zie je wel echt dat PFL daar wel een verschil in maakt. En ja, dan werkt natuurlijk een Jake Paul en Francis Ngannou werken natuurlijk hartstikke goed. Ja, merk je dan ook, hè? Zegt, je wordt gestimuleerd om dat te doen. Wat je heel vaak hoort is dat vechters inderdaad meer zouden moeten doen om bekend te worden. Hè? Bijvoorbeeld met hun social media. Ik kan me heel goed voorstellen dat ja, je bent met vechten bezig. Er komt toch best wel wat omheen kijken. Nou, ik zie jou en Hesti voorheen natuurlijk. Ja, die was voor mij altijd master in wat hij deed op social media. Ik bedoel, ja, wij hebben dat heel vaak opgepikt en schrijven in het uitdagen van Rico. En ja, de fans smullen daar natuurlijk van. Die willen natuurlijk weten, wat doen jullie? Nou goed, nu heb je gedeeld dat je zwanger bent. Nou, wij krijgen best wel wat vragen van fans. Van, oh, hoe gaat ze dat dan doen? En gaat ze ons dat laten zien? je eigen merk bouwen. Wel
van belang. Hè? Want ik had eigenlijk ook de vraag van, oké, wat voor advies zou je dan hebben aan opkomende vrouwelijke vechters, ook mannelijke vechters? Maar je beantwoordt hem eigenlijk al door te zeggen, ja, ook door je eigen merk een beetje op te bouwen. En als zo'n organisatie jou dan helpt, is dat natuurlijk prima als je alle middelen krijgt. En merk je dan ook dat, dat PFL jou er echt actief in steunt? En zegt van, oké, hier heb je gewoon je materiaal. Doe ermee wat je wil en use it everywhere. Ja, 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 dat werkt natuurlijk ook. Ik vind wel altijd heel belangrijk dat het niet wordt gepusht. Want dan krijg je ook een soort van, dat je wordt gedwongen om constant op social media jezelf te promoten. Ik vind wel dat het altijd bij jezelf moet blijven. En dat social media is natuurlijk ook niet alles. Is ook niet de realiteit van de wereld. Dus goed bij jezelf blijven is zeker iets wat ik elke vechter zou aanraden. Want natuurlijk, organisaties willen heel graag dat je op social media bepaalde dingen doet om toch weer in het nieuws te komen. Maar vooral bij jezelf blijven, want wat op internet komt, gaat er nooit meer vanaf. Dus, Nou, als we het zeg maar even samenvatten voor onze kijkers in het interview. Je blijft vechten, dus dat is mooi. We gaan volgend jaar, maar dan mama Denise zien in de ring. Ja, ja, ja. Maar je zal even goed die tijger blijven die je natuurlijk bent. Ja. Dat heb je ook al aangegeven. Denise, super bedankt voor het interview. En we gaan het volgen. We zijn ook heel benieuwd of de jongen van meisje wordt. Ja, dat ga ik. Ik mag het over 2 weekjes. Dan mag ik het. Mag ik het gaan testen. En dat ga ik met aan mijn zusje, die gaat dan de uitslag krijgen. En dan gaan we met een gender reveal. De grote vraag. Ja. Ik heb eigenlijk al een beetje een gevoel dat het een jongen is. Maar ik ben toch wel heel benieuwd naar wat nou echt de professionals zeggen. Dus dat laat ik zeker nog wel zien. Ja, even heel kort nog over de professionals. Heb je heel veel reacties gekregen van fans en van medevechters al? Ja, heel veel, vechters, ook uit Amerika. Eigenlijk van iedereen die ik zowel in mijn binnen- en buitenkring heb. Alleen maar leuke reacties. En allemaal heel positief. En ook de mensen waarmee ik heb getraind, die vonden het gewoon heel bijzonder om dat ik al die tijd zwanger was. Dus ja, ik heb alleen maar leuke reacties gehad. Ja. Ja, zeker. Ja, het is al goed nieuws. Je zei het al, hè? Million dollar baby. Dus die gaan we ook zien. Ja, die zit hier. In ieder geval, het zal een sterke baby worden. Met 2 sterke ouders. Ja, dankjewel. Dankjewel. Denise, hartstikke bedankt eventjes voor de update, interview. Ja. We gaan het natuurlijk volgen. En voor de fans nogmaals, kijk de video's even terug van Denise en blijf haar volgen op social media. Hey, dankjewel. Yes. Dankjewel.